Hi, ik ben Marielle en ik wil vandaag met jullie iets bespreken aan de hand van de polyvagaaltheorie. En daarvoor is het handig als je eerst het filmpje met de uitleg hebt gekeken. Dus dit is een vervolg. Dus kijk even op mijn YouTube kanaal voor het eerste filmpje als je die nog niet gezien hebt. Vandaag wil ik het hebben over een aantal woorden die we heel veelvuldig gebruiken in onze cultuur. Die ik mensen in mijn trainingen vaak hoor gebruiken en waarvan het soms handig is om ze te vervangen door een ander woord of een ander begrip. Omdat de woorden in zichzelf gewoon verwarring scheppen en een hoop processen op gang brengen die niet altijd helpend zijn. En daar wil ik het vandaag over gaan hebben. Daarvoor is het eerst belangrijk dat ik je nog iets aanvul over de polyvagaal ladder. De polyvagaaltheorie, daarin wordt uitgelegd hoe het zenuwstelsel bestaat uit drie delen. En tegelijkertijd wil ik ook even dit duidelijk maken, dat zowel het ventrale deel als het dorsale deel, het wordt gerekend bij het parasympathisch deel van je zenuwstelsel. Dus deze zijn beide deel van je parasympathisch deel. En dan hebben we in het midden, die heet ook zo, het sympathisch deel. Het verschil hiervan is dat dit het oude gedeelte van het parasympathisch zenuwstelsel is. En dit het nieuwere gedeelte. Er zit een eiwit laagje omheen, waardoor alle signalen wat sneller worden doorgegeven. Waardoor je sneller kunt communiceren. En de woorden waar ik het vandaag met jullie over wil hebben zijn mannelijk en vrouwelijk. Ik hoor dat in heel veel contexten door heel veel mensen gebruikt worden. En niet altijd op een manier die helpend is. Vaak hoor ik mensen zeggen, oh, ik ben niet vrouwelijk genoeg, ik moet mijn vrouwelijke kant ontwikkelen. Of ik ben niet mannelijk genoeg, ik moet mijn mannelijke kant ontwikkelen. En vaak in onze cultuur zul je ook merken dat bepaalde eigenschappen gekoppeld zijn aan mannelijk of vrouwelijk. En daarmee eigenlijk iets over gender zeggen, terwijl het in principe gewoon bepaalde kwaliteiten zijn. Nou wordt er in persoonlijke ontwikkelkringen dan vaak gesproken over, ja, het is mannelijke energie of vrouwelijke energie. En dan zit er nog steeds dat woord in dat bepaalde eigenschappen aan een gender koppelt. En ook al is het biologisch gezien in zekere zin vaak waar, heb ik gemerkt dat het gewoon niet altijd handig is. Dus ik wil je vertellen hoe ik daarnaar kijk. Wat we vaak in onze maatschappij als vrouwelijk benoemen, is eigenlijk het parasympathisch deel. Is eigenlijk als je zenuwstelsel oftewel in ventraal zit of in dorsaal. Waarin er niet zo heel veel actie is. Dat noemen we vaak vrouwelijk. De meer ontvangende, rustige, verstillende kant. Dat is dus niet het enige dat vrouwelijk is, maar dat is wat we vaak als vrouwelijk benoemen. Het wat zachtere stuk. Het stuk waarin je meer kunt voelen. In het parasympathisch deel van je zenuwstelsel kun je meer voelen in je lichaam. Voel je meer sensaties in dit deel. Ben je meer gericht op netwerken, op sociale verbindingen. En dat associëren wij vaak met vrouwelijk. Dan heb je het sympathisch deel. En dat is het deel dat gaat over beweging. Dat staat ook hier. Dat gaat over actie. Dat gaat over mobilisatie. Dat gaat over doen. Dat gaat over energie. En je voelt je ook krachtig daar. Het is echt power. En dat associëren we vaak met mannelijk. Doordat we die verschillende delen eigenlijk associëren met mannelijk of vrouwelijk, ja, wordt het een beetje ondoorzichtig. Wordt het vaak een beetje vaag. Terwijl als we gewoon zouden zeggen, oh ja, ik merk dat ik veel in een sympathische staat ben. Ik zou ook wel willen leren om meer misschien in een dorsaal veilige of in een ventraal veilige staat te zijn. Dan gaat er een stukje lading vanaf. Dan wordt het wat neutraler. Ja, er zijn ook nog begrippen als toxische
masculiniteit en toxische femininiteit, oftewel gezond vrouwelijk, ongezond vrouwelijk, gezond mannelijk, ongezond mannelijk. En wat daarin beschreven wordt, kan ik eigenlijk vaak gewoon vergelijken met, als we het ongezond gedrag noemen, dan is het vaak gedrag dat aan de onveilige kant zich bevindt. Want als je bijvoorbeeld hier in een onveilige sympathisch bent, dan kom je in een vecht-vluchtreflex. Dan let je niet meer op anderen. Dan ga je gewoon in de overleefstand ga je door. In dorsaal onveilig ga je in de verstilling, ga je in de bevriezing, word je passief, komt er niks meer uit. In de ventraal onveilig zul je allerlei dingen gaan doen. Ik heb ooit zelfs een training gedaan en dan gingen ze al die vrouwelijke drama's benoemen. En ze koppelden dat aan vrouwen. Maar eigenlijk is dat allemaal ventraal onveilig gedrag. Wat je inzet als een soort kopingsmechanisme, als een overlevingsreactie, omdat je je niet veilig voelt. Dus dat is de onveilige kant. De veilige kant is dan het zogenaamde gezonde mannelijke en vrouwelijke gedrag. Ze noemen het ook wel eens het volwassen mannelijk of vrouwelijk gedrag. En ik heb gemerkt dat het voor mij heel erg helpt om gewoon te zien, hey, oh ja, we bedoelen deze staat van ons zenuwstelsel, deze staat. Want als een gezond mens is het handig dat ik ze allemaal kan bewandelen. Dat er geen stukken zijn die niet oké voor me zijn. Want dat maakt, stel dat deze niet oké voor me is en ik kom hier terecht, dan kom ik er niet meer uit. Als ik een heel taboe heb op ongezond gedrag hier en ik zit hier ergens vast, ja, dan mag ik daar niet door van mezelf, terwijl ik die nodig heb om de trap weer op te lopen naar veilig. Dus juist al die ideeën en die taboes die we erbij hebben, weet je, ook mannen die misschien hier zitten en het idee hebben dat ze niet mogen huilen of dat nooit geleerd hebben of hun emoties niet mogen uiten, of het zelf moeten kunnen oplossen. Dat is ook een hele grote. Want in de polyvagaaltheorie wordt heel duidelijk dat we biologisch vaak anderen nodig hebben om er goed uit te komen. En dat maakt dus dat je dan het heel moeilijk voor jezelf maakt om je weer aan de veilige kant te gaan begeven. Om je weer te kunnen ontspannen. Om weer gewoon gezond volwassen gedrag te vertonen. Dat was wat ik met jullie wilde delen en ik ben heel benieuwd naar jullie ideeën erover, hoe je dat zelf ziet, of je er wel eens zo over hebt nagedacht, of dit nieuw voor je is, of het helpend is of het niet helpend is. Als je vragen hebt, ik hoor ze heel graag, post ze dan vooral onder de video. Fijne dag, doei!